Maar we beginnen met het straatinterview. Als de Turfmarktkerk gesloopt gaat worden, wat moet dan de nieuwe invulling van het terrein worden aan de Turfmarkt? Moet er woningen komen of een parkje? Wat zegt de Gouwenaar? Hij is heel erg verwaarloosd en hij staat een beetje achteraf. Ik weet niet. Ik vind het goed. Hebt u een idee wat daarvoor in de plaats zou moeten komen? Nou, ik hoop een beetje iets van bebouwing die een beetje past in de binnenstad. Dat zou ik wel graag willen. En wat denkt u dan aan? Nou, een beetje monumentale gevels, als het kan. Ja, want ik weet niet wat er komt, hoor. Ik weet niet of men dat al weet, maar als je die projectontwikkelaars wel eens hoort, dan willen ze wel van alles en nog wat. Maar ik vind niet altijd even goed wat die in de binnenstad presteren, hoor. Nee. Dan wordt er gesuggereerd eventueel een park. Een park? Nou, dat kan niet groot zijn. Tje. Ja, parkje. Als het goed onderhouden wordt, vind ik het niet zo erg, maar dat betwijfel ik. Oh, dat vind ik een leuk idee. Zijn er flats en huizen genoeg, vind je niet? En vooral in de binnenstad is er niet zoveel groen. Dus zou ik op zich niet zo gek vinden. Ja, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat omdat het een geloofsplek is geweest, al van oudsher, dat het ook weer in die functie, in andere, maar dan in een andere hoedanigheid, een andere functie moet krijgen. Bijvoorbeeld ontmoetingsplaats voor mensen binnen verschillende geloofsgemeenschappen. Bijvoorbeeld dat mensen vanuit synagogen, moskeeën en kerken daar samen kunnen praten met elkaar. Alles wat met een zekere historie van Gouda te maken moet behouden blijven, in mijn opinie. Dus ja. Geen idee. Geen leuke suggestie? Nee. Nee, ik zou het echt niet weten. Nee. Ben je daar wel eens in de omgeving geweest? Ik heb hier vaak gefietst, maar ik ben niet echt iets van nou, daar moet dit komen. Nee, ja. Een leuk binnentuintje, een parkje of zo? Moet er per se gebouwd worden? Dat is nog maar de vraag. En daarom vragen wij de mensen om suggesties. Misschien dat ze dat meenemen. Nou, denk het niet. Er moet iets komen wat geld opbrengt, denk ik, voor de gemeente. Ja, nee, ik zou het echt niet weten. Ik vind een leuke binnentuin of zo, maar denk het niet dat het ervoor komt. Met een leuk terras, hè? Misschien een restaurant of zo. Dat turfmarkt is daar, hè? Klopt. Ja. En dan naar links, wat zou er voor in de plaats moeten komen? Is er al een nieuwe locatie gevonden voor die bioscoop die in de Letmaatstraat was? Met die niet commerciële